Zeg, laat dat niet staan, spelbederver. Ben ik er zeker dat dat mijn cijfers zijn? Ja. Allee, hoe kan dat nu? Ik heb 2 weken geleden zo'n reclamecampagne gevoerd. En met welk resultaat? Ja. Dat je veel geld kwijt bent en dat je worsten nog altijd in de winkelrekken blijven liggen. Ja. Ja. Wat moet ik dan nog meer doen om mijn worsten aan de man te brengen? Allee, heel Vlaanderen heeft staal met Boma-worst in zijn brievenbus gekregen. En de helft heeft ze teruggestuurd. Ja. En de andere helft ligt in het ziekenhuis. Ik heb rusthuizen aangeschreven. En scholen. En hotels. Is dat nu niemand die erop gereageerd heeft, dat versta ik niet, hè? Ah ja, Rusthuis Avondson heeft een hele vriendelijke brief teruggestuurd. Aha. Van een van de bewoners, Netteke. En wat schrijft ons Netteke? Dat ze na 2 weken eindelijk nog eens naar de wc's kunnen gaan. Oh! Ja, bon. Als ze niet reageren, dan moeten we ze zelf opbellen. Als mensen zich aangesproken voelen, dan durven ze niet weigeren. Maar, de wies. Hallo, meneer de Vries, met Balthazar Boma, ja, van de Worsten, ja. Hallo? Culinaire barbaren. Ja, en nu? Ja, er moet snel iets gebeuren, anders gaat jij failliet. Ah, ja. Bon. Als de Belgen non blijven zeggen tegen mijn worsten, dan staat er mij maar 1 ding te doen. Boma Vleesindustrie NV gaat White World. Dat is een goed gedacht. Dan zijn wij tenminste van die rommel vanaf. Nee, echt. Vandaag is rood de kleur van je lippen. Vandaag is rood. Verder, nu raak ik al niet meer door de deur. Dan is het dringend tijd voor een vermageringskuur, meneer Verdaag. Man. Voilà, schatteke. Ja. Ja, Bieke, ik heb ze gevonden. Ja. Goh, praktisch is dat toch niet, hè? Ah ja, altijd als we iets nodig hebben, moeten we naar beneden lopen. Ja, dan moeten we verhuizen, hè, Bieke. Naar een groot kasteel. Met een grote speelzaal en een hele grote tuin. Voor mijn kleine prinsesje. En wie gaat dat groot kasteel betalen? Ja, hè? Jij, Bieke. Je kunt toch terug gaan werken? Je zit hier al 3 maanden niks te doen. Oh, bevallingsverlof, ja? Mag het even, ja? Ja, ik heb wel geen bevallingsverlof gekregen, hè? Hé, hey, en nu gaan wij lekker eten, hè? Ja, kom. Zo. Zee, Mark, ik vind dat niet fijn. Ja. Ik ook niet, Bieke. Dat is pure discriminatie. Waarom krijgt een man geen bevallingsverlof? Mark, dat bedoel ik niet. Hey. Ja? Jij doet alle toffe dingen met Paulien. Ja. Ja? Jij geeft haar een pamper. Hè? Ja. Jij stopt haar in bad. Je geeft haar melk. Ja, ik speel met haar. Ik trek zotte gezichten als ze verdrietig is. Ja, ja. En ik? Ja, wat mag ik doen? Oei. Ah, hier. Je mag haar was doen. Ja. En nu gaan wij lekker eten, hè? Ja. Njami, 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 njami. Ja. Hey. Schoon, hè? Ja. Vind je niet dat ze een beetje op mij lijkt? Ja, ja, met of zonder rimpels. Oh, ja. Oh, en hier heeft ze iets van Bieke, hè? Kijk, dat mondje. Ja. Ik vind eigenlijk dat ze weinig van Mark heeft. Al goed. Ik vind dat ze veel weg heeft van Rick. Wie? De melkboer. Zeg dan, mensen. Xavier, nog een dag schotel? Nee, tenzij er mij iemand trakteert. Ja, merci, hè. Ja, je moet dat begrijpen, hè, Pascal. Vorige week was de 3e keer dit jaar dat je prijzen verhoogd hebt. Hè? Ja, je moet dat begrijpen, hè, Xavier. Als de brouwer zijn prijzen verhoogt, moet ik dat ook doen. Hè. Ah ja,
was de voorzitter maar hier. Oh. Wat? Die zou er mij wel in betalen. Oh, daar zou ik nog zo zeker niet van zijn. Zijn zaken gaan slecht. Hij is zo goed als failliet. Ja. Allee, Vossen. Hoi. Pascal, doe deze er aan. Zou jij dat wel doen, gezien uw financiële situatie? Ja. Stortje, laat hem doen als hij dat graag doet. Zeg, Zami, de Boma Vleesindustrie NV staat op de vooravond van een ingrijpende gebeurtenis. Ja, zoals ik al zei, failliet. Niks failliet, hela. Volgende week vertrekt er een handelsmissie naar Japan. Onder leiding van... hoe heet u weer onze minister, Vlaamse minister-president? De Vlaamse handelsmissies zijn een belangrijk instrument om onze bedrijven in het buitenland te promoten. In het verleden zijn er vaak heel grote contracten afgesloten. Denk maar eens aan baggeraar Jan de Nul. De Nul. Janssen Pharmaceutica. Katilei. Oh. Maurice. Zeg, jij wilt toch niet mee? We zitten in een sans uniek, mijn gedacht. D'ailleurs, ik ga speciaal voor die handelsmissie een nieuw product creëren. De Boma Sushi. Dat is de eerste wat op Belgisch van rauwe vis. Lekker! Ja. De kleine man, hè. De kleine man weet niks van de nouvelle cuisine. Ja. Hey, kom. Binnen 2 weken sta ik een keer terug met een paar vette contracten, kameraad. Hey. Boma wordt big in Japan. Ja. Amai, en is dat dan al allemaal geregeld? Ja. Kijk, ik heb morgen een afspraak met... Ik ga zijn naam nooit onthouden. Akio Yamamoto van de ambassade Japonais voor de laatste praktische regelingen. Zeg, en wat als de Japanners toch niet zo verzot zijn op uw Boma sushi? Dan kun je hem nog verwerken tot kattenvoer, hè? Wow. Ja, Boma-worst, hey. Nu ook voor pussycats. Hey. Ja, Pintje, Polintje. Ja, ze. Oeh. Die trap is levensgevaarlijk. Daar gaat iemand zijn benen nog eens op breken, hè, Bieke. Ah, ja, maken, ik weet het. We gaan daar wel een oplossing voor vinden. Bea, had jij nu niet beter aan Maurice gevraagd om die kader op te hangen? Maar nee, ma. Laat Mark nu toch ook bewijzen dat hem iets kan. Ja, zeg, een gat boren, dat kan nu toch iedereen? Zijn jij zeker? Ja, ma, deze gaten, dat was maar om te oefenen, hè. Nu is het voor echt. Paulientje en ik, wij maken ons uit de voeten. Hé? Ja, zinne. De mami en Paulientje die gaan de eentjes voederen in het park. Ah. En mijn klein dode keuze. Ja, maar zal ik niet meegaan? Ah ja, met uw been. Nee. Wij trekken onze plan wel, hè, kleine meid. Allee, geef de zakjes. Houd jij u maar bezig met uw en doe het zelver. Allee. Da-da-da-da-da. Dag, Paulientje. Zeg, en voorzichtig op de trap, hè. Ja, zeg. Ah, echt. Allee, kies, schatje. Maar wat heb je nu gedaan? Ja, een gat geboord. Oh, amai, Bieke, kijk eens. Dat lijkt wel een zolderkamer. Ja? Maar hey, dat zou de ideale kinderkamer voor Paulien kunnen zijn. Ah, ja? Aha, Bieke. Ah, Fernand. Maar dat treft. We hebben u juist nodig. En wel, ik u ook. Want ik heb hier een rekening voor opslag en stockage van babyartikelen in mijn infrastructuur. Ik... Man, met mijn muur van dalen. Maar dat ga ik naar betalen. Nou, ik begrijp perfect dat jij kwaad bent. Maar... Kom, allez, ga zitten. Voilà. Hier, Fernand. Pak de koekske. Voilà. Wij moeten eens praten. Praten? Vertalen? Ja, dat is toch... Allee, Fernand, rustig. Zo, want het is eigenlijk heel goed nieuws. Goed nieuws? Mijn kop is beter noemde zijn. Nou, Fernand, sst, rustig. Kijk, achter die muur is ruimte voor een extra kamer. Ja? Wij steken daar een deur. En dan kunnen we daar de kinderkamer van Paulien maken.
En al de spullen hè, die beneden liggen, de babyspullen, die kunnen wij dan daar stockeren. Verbouwen? Weet jij wat dat kost? Vernoot. Alle kosten zijn uiteraard voor ons. Nou, in dat geval ben ik akkoord aan. Merci, Fernand. Ha, jij bent een schat, jij. Wieke, je kent mij, hè. Fernand Kostermans is alles behalve gunstig, hè. Zeg, Wieke, wie gaat die verbouwingen eigenlijk doen? Jij? Ah ja, dan kun jij laten zien dat je toch iets kunt. Oh, ja. Ja, maar dat gaat wel veel tijd vragen, hè. En wie gaat er dan ondertussen voor ons Paulientje zorgen? Wie denk je? Ah, ja, natuurlijk. Uw ma. Ah, is hem dan nu uw boma sushi-worst? Puur delicatesse, mijn gedacht. Oh, en helemaal uniek. De boma sushi smaakt anders, ruikt anders. Ja, dat is waar. Deze worst die stinkt naar rotte vis. Geef Frank blad. Je kunt goed zien dat jij straks je klep houdt, hè, als meneer Yakiyoto, zeg ik nu, hoe heet hij nu meer, Akio Yamamoto toekomt, er hangt veel aan het spel, hè. Is daar. Geen commentaar. Geen commentaar. Aha. Mr. Yamamoto. Yamamoto. Welkom. How is it with you? Everything okido with your libido? I'm doing fine. Thank you, Mr. Bomber. Mister, I call that. You say Baltazar, and I say Akio. Okay. This is my work, folk. Dorje, my secretaress. And this is Carmen. My clean wife, Mrs. Poppy. Yeah. Sit down. I'm so glad I go with you on mission. Well, yeah, it's a tough pay. You are so IMP. Mr. Bomber, stop it. It's enough. Enough? What is that? Het is genoeg, hè. Het is... Hoe genoeg? Hij heeft nog niet geproefd. Dat zal een fijnproever zijn, hè. What happened? You are an unmannered peasant. Yes. You are not going on mission to Japan. Yes. Goodbye. Oh, goodbye. Die is nu weg. Je mocht niet mee naar Japan. Hij vindt dat je een ongemanierde boer bent. Oeh. Die Japanners die hebben wel mensenkennis. Wel, Sergej, wat is er? Zijn je aan het afkikken? Nee. Ik ben aan het wachten tot jij er een geeft. Ja. Ah, wel, ik zal me goed hard eens laten zien. Zeg. Ja. Hier, zeg. Hij krijgt een kletsje. Voilà. Een gierige fin. Oh, en hier, ze. Nog een koekje. Wow. Hoe zou het afgelopen zijn met de voorzitter? Is er iets met Boma? Nee. Hij wil op handelsmissie naar Japan. Hm? Met de Vlaamse minister-president. Het is nog niet zeker, hè, want hij wordt nu gescreend. Ja, zolang ze zijn worst niet screenen, kan het nog meevallen. Ja, maar, dat is interessant, hè. Maar mag iedereen mee met zo'n missie? Iedereen? Ja. Behalve voor de marchands. Oei, oei. Het is precies niet meegevallen. Nee, hij daar heeft zo'n goede indruk gemaakt dat hij mag thuisblijven. Oh. Ja, die Kawasaki, die was serieus kwaad. Amai. Speciaal volk, die Japanners. We moeten er heel anders mee omgaan dan met westerlingen. Ah, wel, ja. Dat zeg jij nu. Je hebt dat beter eerder gezegd, hè. Je hebt me niks gevraagd. Als ik failliet ga, is het uw schuld, maar eens de prater. Als je wilt, zal ik u inwijden in de Japanse gebruiken. Vergen dan, paas. Ik mag niet meer mee. Yamamoto heeft de deur dicht gedaan. Ik zeg altijd, voor elke deur die dicht gaat, gaat er een andere weer open. Ja, dat ken ik. Ik zal mijn relaties eens aanspreken. Uw relaties? U bent garagist van Toyota, zeker. De ambassadeur van Japan. De ambassadeur van Japan. Ayashi-san, de prater Maurice. Ai. Ogenko desu ka. Shitashi yui no boma-san wa. Nihon eno shukshu ni duku. Shitekate. Irun desu yo. Ai. Domo. Arigato. Sayonara. Het is in orde.
Ja, Mamoto gaat een nieuwe afspraak regelen. Boris. Mon copain. C'est mon copain, mon copain pour toujours. Boris, mijn vriend. Kun je dat van mij ook niet regelen? Ja, ik kan het niet. Dus, ik speel de Japanse zakenman. En jij bent gewoon uzelf. Balthazar Boma. Ja. Hoe gaat je mij begroeten? Ah, copain! Nee. Japanners haten lichamelijk contact. En kussen is zeker uit de boze. Ah, d'accord. Voor mannen, d'accord. Maar voor vrouwen... Als Japanners elkaar begroeten, dan maken ze een buig. Ah, ja, dat ken ik. Zo. Ja, zo. Amai, ze geeft het aan de kop. Amai, zeg. Als je die Sakamoto zo'n kopstoot gaat geven... Oh, nee. Ik heb met moeite niet. Haal ons liever de koffie. Ja, dus... Ja. En haal ijs voor ons buil op onze kop. Ik stel voor dat we dat nog eens proberen. Ja. Ja, deze keer zonder kopstoot. Ja. Dat is al beter. Ja. Nu, heel belangrijk. Japanners worden steeds aangesproken met hun achternaam, gevolgd door het achtervoegsel san. Ja. Dus Yamamoto, san. Sato, san. Suzuki, san. Toyota, san. Mitsubishi, san. Nissan, san. Wat je zeker nooit mocht doen, dat is een Japanner in de ogen kijken. Let daarop bij elk gesprek. Oma, de ijsblokjes die waren op, maar wat wilde? Dan blanche of mocha? Dan blanche. Dan blanche? Ja. Oh, dat doet goed, Carmen San. Als je geen prijzen meer kunt winnen, dan moet je daar de gevolgen maar van dragen. Hè? Je vliegt naar Japan. Ah, hier. Vlaams Exportagentschap. Die spleetogen die zien toch het verschil tussen een prijsduif en een soepduif. Hallo, goedemiddag. Met Fernand Kostermans. Ja, ik zou graag willen meegaan op handelsmissie naar Japan. Mijn activiteiten? Ja, ik verkoop prijsduiven. Echte kampioenen, hè? Hallo? Duivenhaters. Oh, precies twee oude madammen met een snor. Ik heb mijn gebod betaald om te kruisen en niet om commentaar te geven bij gedacht. Oh, wat een schattig poefke. Oh, dat is goed. Carmen, leg dat terug. Zeg. Dat is een zafu. Dat dient om te mediteren, ja? Ja. Nu. Ons dagelijks leven is onophoudelijk in beweging. We bewegen van hier naar daar, van thuis naar het werk, van voor naar achter, van links naar rechts. En zazen is voor de Japanners het middel om te ontspannen. Ga nu in lotushouding op dat kussen zitten. Precies een kikker met reuma.
Kantel uw bekken naar voren, zodat uw knieën goed op de grond drukken. Trek nu uw rug recht omhoog. Kin intrekken. En strek vervolgens uw nek. Strekken. Strekken. Ja. Ik krijg wel kramp bij je recht. Nu, uw handen nog. De vingers mogen elkaar niet raken. En met de duimen maakt je een ovaal. Zo groot mogelijk. Oh, dat is precies een grote nul. Dat moet u toch goed afgaan, hè, meneer Boma? Nu. Zo. Nu langzaam in en uitademen. We moeten nu in een toestand krijgen tussen slapen en waken. En daar gaan we de volgende klank voor gebruiken. Om. Tante. Om. Carmen. Ja, ik moet wel kuisen, hè. Kom dan vanavond terug, hè. Ja, maar dan wel aan nachttarief, hè. Goed. En nu nergens aan denken. Nergens. Wat doet er nu? Je dacht ergens aan, hè, meneer Boma? Wel ja, en dan? Nu kunt u terug volledig concentreren op het mediteren. Leermeester, nooit tegenspreken. Zal ik niet meer concentreren, zeg. Boeba! Zeg! U zult nooit een echte Japaner worden. Excuseer. Mijn sacoche. En nu van open, meneer Boma. Ik heb nog andere troeven in huis. Nee. De papa die heeft de volgende dagen heel veel werk. Ja, want die gaat de kamer maken. Hey, en dan hebben wij twee, hè, samen, heel veel tijd om toffe dingen te doen. Is dat niet fijn? Is dat niet? En hoe gaat dat hier met mijn klein oogappeltje? Kom eens hier bij de mami. Kom. Ja, pas op, ma. Ja, en waar is de mami? Ja, Ella, ba. Hé, hey, dat kleine meid. Dag, mijn kleine meid. Oh, zie dus hoe blij dat ze is als ze mij ziet. Hé, hey, mijn klein polientje. Oh, schatje, eindelijk. Ja, ik heb moeten duwen, Bieke. Kom er zelf niet meer bij. Oh, allee, pas toch op, ma. Mark. Ja. Weet jij wel waar gaan begint? Ja, natuurlijk, ma. Ah, ik heb zelfs al maquetten gemaakt. Wacht, kijk. Ma? Ja. Hop. Kijk, hier is dus de glijbaan. En die komt dus uit in het ballenbad. Ja? Hier is een speelhoek met een poppenhuis, een schommelpaard enzovoort. Hier is dan een groot bed met daar rond de 7 dwergen. En wie ligt hier? Sneeuwwitje. Ja. Allee, het is precies de Nefteling. Dank u wel. Pauline gaat haar kamer heel mooi vinden, hè? Ja. Hey, zeker weten. Goed, ik ga verder uitladen. Dan kan ik er direct aan beginnen. Ja. Bieke, jij gaat Paulientje toch niet hier laten als Mark met die verbouwing begint? Allee, kind zeg, al dat lawaai en al dat stof. Maar ik zal ze wel af en toe mee naar buiten nemen. Waarom breng je ze niet naar mij, hè, totdat de verbouwing voorbij is? Nee, maar oh nee, dat zou ik niet kunnen. Oh nee, ik zou Paulientje veel te veel missen. Ja, maar moet jij die niet missen? Je mocht jij zoveel komen zien als je wilt. Dat blijft uw kind, hè, Bieke. Hé, laat ze, Paulientje, hè. Ons Paulientje die komt bij de mami logeren. En we gaan ons amuseren. Hey, kleine meid. Ja, ze. Allee, pak haar spullen. Ja, daar zijn we bij de mami. Ohio, Rosa. Rosa? Allee, wat staat er hier nu? Ohio, Rosaimas, Yamamoto-san. Ohio, Rosaimas, Mama-san. Excuse me. Kom varen.
Komt harder. Kom verder. Kom verder. She, he, give you massage. And she, make tea. Just tea for two. And two for tea. Tea for you, but not for me. She good hand job. She's fantastic. I'm enjoying it very much, Mr. Bomber. Good. Son, here are the documents. You can go on mission to Japan. Bonsai! Daar zijt je eindelijk. Ja, man, ik sta hier al meer dan een half uur te wachten. Stilletjes, Pietje. Pietje, alleen later maar. Ze slaapt nu zo goed. Hè? Zeg, kom deze namiddag nog eens terug, hè? Of nee. Oeh, nee, dat gaat niet. Want ik pak ze deze middag mee op koffieklets bij Rosa. En tegen dat we dan terug thuis zijn, dan moet ze al bijna in haar bedje. En wel, maar morgen heb ik niks gepland. Hè? Morgen goed? Meneer Boma, mijn beste vriend. Kosomans, doe die opgeblazen mussen van mijn bureau. Pardon. Ze biedt zitten mijn reisdocumenten onder de stroom. Zo, wat is? Meneer Boma, ik wou eens vragen of jij mijn prijsduiven niet zou willen verkopen in Japan. Jij denkt toch niet dat ik met uw pluimen ga leuren? Ik zal al weg genoeg hebben om mijn eigen worst te promoten, mijn gedacht. Ja, maar je moet dat niet gratis doen, hè. Je krijgt een hele halve procent op de verkoopprijs. Verdaad, nee. En stop met de zaken op mijn kop. Egoïst. Goedemorgen. Reisdocumenten, alsjeblieft. In orde. Ik wens u nog een aangename reis, meneer Boma. Dat is mij gedacht. Goedemorgen. Reisdocumenten, alsjeblieft.
Als zo'n prinses Mathilde kan ik niks weigeren, hè. Alsjeblieft, mijn poupée. Zijn dat uw papieren? Ja. Wat is dat? Allee, mijn reisdocumenten zitten hier zeker in. Het spijt me, meneer, maar zonder officiële documenten kan ik u niet laten gaan. Enfin, de naam staat op de lijst, zie maar. En ik ben goed bevriend met de minister-president. Met die met zijn brilje op. Al was u de keizer van Japan in hoogst eigen persoon, dan nog heb ik uw paspoort nodig. Ja, maar alleen. Gaat u zelf weg? Of zal ik versterking halen? Zal jij? Meneer, uw papieren? Ja, maar ik lees dat niet. Goedemorgen. Reisdocumenten, alsjeblieft. Ja. Ja, excuseer. Nee, alsjeblieft. Eerlijk, laat me eens los. Ik heb niks misstaan. Dat zullen wij wel uitmaken, hè, meneer. We hebben uw jas zien bewegen. Ja, maar dat is van de tocht, hè. Je moet daar niks achter zoeken. Ja, dat zijn mijn darmen. Dat zijn... Doe uw jas eens open. Nee, ik moet dat warm houden van de dokter. Open. Open. Meneer heeft verstekelingen bij. Ja, je moet dat verstaan. Hè. Ik kan mijn duifjes geen hele week alleen achterlaten. Hè. Tot met uw papieren is. Alsjeblieft. Ik zeg zeker, die papieren liggen niet op mijn bureau. Kostermat. Doortje, ik ben u straks terug. Kostermans, wat doe jij hier? Kostermans. Hier staat Boma. Ah, Boma, daar ben ik. Laat ik eens zien. Jij hebt mijn papieren gepikt, dief. Let op uw woorden, meneer. Dat ben ik toch op die foto? Dat is puur trucage. Zie ik goed, hè? Zie de keer. Kijk, maar op. Uw papieren zijn in orde, meneer. Bij gedacht. Gaat u maar naar binnen, anders mist u uw vliegtuig nog. En jij mag het komen uitleggen op bureau. Man, hey, miserie. Hey. En hij is los door de vloer gezakt. Allee, Mark, wat is er nu weer met je gebeurd? Ik ben een stommiteit begaan, hè, ma. Het is niet waar, hè. Nu zet jij toch weer niet weg met Pauline? Ja, we gaan naar tante Madeleine, want die heeft ons Paulientje niet meer gezien. Maar nu is genoeg, hè. Sorry, Beke, maar ik beloof dat ik in het vervolg veel voorzichtiger ga zijn. Mark, ik heb het niet over u, ik heb het over Pauline. Jij doet alle leuke dingen met haar. Ja, met wie gaat ze naar de eendjes? Met mamie, hè? Wie mag de fruitpap geven? Mamie. Pauline is van mij, ja? Ik wil al die leuke dingen met haar doen. Ja. En niet de mamie. Ja, rustig, Beke. Maar dat is geen probleem, doe je maar. Maar morgen brengt ze terug, hè, want dan gaat ze met de mamie naar zee. Ja. Hey, zondag
weinig. Ja. Voorzitter, ik dacht dat jij op het vliegtuig zat naar Japan. Ja. De missie is uitgesteld. Oh. Ja, schiet u die tijd door. We vernemen zo pas dat de Vlaamse handelsmissie naar Japan afgelast is. De voltallige delegatie is opgenomen in het ziekenhuis. De oorzaak zou bedorven visworst zijn. Ja, ik heb het al altijd gezegd. Hé, meneer Bolla. Ik wil een Friese neus scheppen. Oh.